Ja, maar dan moeten we wel helemaal daar. Het, hè, nee, we kunnen er hierin, pap. Hallo, hallo. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben het bed aan het verschonen. En ja, nu merk ik echt dat ik geen kunstnagels meer heb. Dat die kunstnagels zijn uitgegroeid en dat dit gewoon echt mijn natuurlijke nagels zijn. Want als iets killing is voor je nagels, vind ik, dan is het wel je bed verschonen. Echt zo'n hoeslaak om zo'n bed doen. Om die hoeken dan... Oh, ik heb best wel stevige nagels van mezelf. Maar gewoon 3 keer vouwde die nagel helemaal dubbel. Het is woensdag en ik ben bij Van Haren. Naomi, die zit achter mij hier aan tafel. Nou, zoals je misschien weet blog ik al een aantal jaar voor Van Haren voor hun trendblog. En ik doe elke maand de budget challenge op hun Facebookpagina. Superleuk, vind ik dan nog steeds dat ik dat mag doen. Deze zijn heel leuk. Ja. Die heb ik nou aan. En dit zijn de collectie die we nu eigenlijk heel erg aan het promoten zijn. Tot zover mijn tripje naar Waalwijk. Ik ga weer naar huis. Het is vandaag vrijdag en ik heb deze week 2 pakketjes ontvangen. 1 en 2 die ik even ga uitpakken nu. Ik heb deze week een ring light besteld voor om mijn vlogcamera. En een klein statiefje, zodat ik mijn vlogcamera makkelijker ergens neer kan zetten. En hem dan niet hoef vast te houden als ik bijvoorbeeld mijn handen vrij wil hebben. Ik ben toch wel het meest benieuwd hiernaar. Want ja, ik heb geen idee of dat dit ook op mijn camera werkt. Ik denk het wel, want de camera die hierop staat afgebeeld is ook een compact camera. En... ja, ik denk dat die vergelijkbaar is met die van mij. Wat ik graag wilde is gewoon een makkelijke belichting. Of makkelijke lampjes of een lampje die ik mee kan nemen met mijn vlogcamera als ik vlog in het donker. Ik ga het dit weekend uitproberen bij deze beloofd. Want ik kan technische dingen nog wel eens laten liggen. Omdat ik er altijd tegen op zie om ermee aan de gang te gaan. Maar ik ga het dit weekend proberen en dan ga ik jullie natuurlijk... vertellen wat ik ervan vind en of het inderdaad werkt. Een hele spannende zwarte doos. Ik vind het echt zonde om dit uit te pakken. Ik denk dat ik hier straks eerst nog even een Instagram foto mee ga maken of zo. Want het ziet er echt zo mooi uit, die zwarte doos. Ik ga nu outfitfoto's maken voor de verandering. En ja, een plek ben ik aan het zoeken nu. Op, ik wil dan toch wel even naar de Chinees lopen, mag dat? Ja? Waarom? Omdat ze daar een witte muur hebben. Wil je daar foto's maken? Nou, misschien ook. Kan toch wel? Chinees, neem ik de auto ineens mee die kant op. Dan parkeer ik hem buiten. Maar de Chinees is hier, pap. Die is vlakbij. Ja, maar dan moeten we wel helemaal daar. Hè, nee, we kunnen er hierin, pap. Ja, dan moeten we dit, maar dan moeten we nog een eind lopen. Oh. We zijn nou hier. Dus die knot nou eens even blijven zitten. Ik ben nu bij mijn vader. We hebben vanochtend, want het is nog ochtend, 11 uur, een afspraak met mijn boekhouder. Ik ga eindelijk mijn hele administratie digitaliseren. Dat had ik nog niet gedaan. Het was allemaal nog in mappen en zo. Het was echt helemaal niet handig en helemaal niet à la 2017. Dus nu gaat hij me leren hoe ik met zijn boekhoudsysteem moet gaan werken. En dan wordt het allemaal beter, denk ik. Jij hebt een agenda gemaakt voor vandaag, agendapunten. Ja, ik heb al een idee. Ja? Dan mag je natuurlijk wel aanvullen op schieten. Of zeg je van, laat me maar leiden. Leid me maar. Ja, ik laat me graag leiden, inderdaad. Nu wel. Maar op dit punt alleen. Maar niet altijd. Niet ik kan altijd. Ik me niet voorstellen. Nee. Het is niet een natuurlijke aard. Nee, dat kan ik me iets bij bedenken, ja. Ik heb net een interview gehad met Sophie. Sophie is 21 en ze heeft van haar... Wacht, ik zie dat de koelkast nog een beetje open staat. Sophie heeft straatvrees gehad, ongeveer een jaar. En ja, ik vond het echt een interessant onderwerp om eens een keer met iemand over te hebben. Want het is echt zoiets van, als je daar niet zelf mee te maken hebt gehad in je omgeving of het zelf hebt gehad, dan kan je er denk ik niet zoveel bij voorstellen wat je dan... hoe je je dan voelt en wat het precies is. Ik had met haar afgesproken bij de Suburban Chef in Arnhem. En daar ook lekker wat foto's van haar gemaakt. Ik vond deze wel cool. Omdat je hier ook zo die straat dan op de achtergrond ziet. En haar achter dat raam.
Vond ik wel toepasselijk. Ik heb ook een paar door het raam gemaakt. Deze vind ik heel mooi. Alleen hier zit net een beetje een slechte reflectie. Goedemorgen, het is zaterdag. Ik heb net hard gelopen in mijn nieuwe jackie. Mooi roze, is niet lelijk. Dat heb ik van Bas gekregen, want die werkt bij de Runners World. Dus die heeft deze voor mij uitgezocht. Er zit ook een thermoshirt onder. Is toch wel beter dan in een simpel sportshirtje en gewoon een soort van joggingvest door gure wind lopen. Het plan is om zometeen outfitfoto's te maken in Valentijnssfeer. Ik had daarvoor kasteel Doorwerth in gedachten. Ik had even gegoogeld van nou, wat is een beetje een romantische locatie om te shooten. Toen kwam ik daarop uit. Maar je moet daar 10 euro entree per persoon betalen. Toen dacht ik, ja, ik vind toch wel 20 euro voor een paar foto's eigenlijk een beetje duur. Ik heb bijvoorbeeld ook al een love ballon gekocht. Die zit hierin. Dat was ook al 12 euro of zo. Ik dacht, ja, het moet wel een beetje leuk blijven. Maar misschien dat we aan de buitenkant van het kasteel wat foto's kunnen maken. Dan hoef je geen entree te betalen. Ik ga nu even de ballon uitpakken. Dit moet hem worden. Ik ben een beetje aan het zoeken hoe ik hem op moet blazen. Ik heb wel gelezen dat je er geen helium in kan doen. Dus ik ga met een ballonpompje is het idee er gewoon de lucht in doen. Maar ik weet niet of dat dan hier moet bij deze opening of ergens anders. Dit is de gebruiksaanwijzing die erbij zit. Dus ik denk inderdaad dat dit is. En dat er dan dat stopje doorheen moet. Die heb ik hier. Zo, ik ben gedoucht en omgekleed. Ik heb mijn nepwimpers op, dus klaar om te shooten. Ik ben nu in kasteel Doorwerth. Ik vind het een beetje eng om hier te praten eigenlijk. Het is helemaal stil. Maar het is eigenlijk niet helemaal wat ik ervan verwacht. Want ik had opeens een soort van balzaal gezien. Maar dat schijnt bij een hotel hierbij te zijn en niet in het kasteel. Dus dit is echt een beetje een ja, soort kerk eigenlijk. En ook best wel donker zoals je ziet, met veel gelig licht. Dus ik weet niet of het echt werkt om hier foto's te maken. Maar misschien hier bij die ramen, dat dat wel leuk is. Dan gaan we even wat experimenteren. Nou, binnen was niet zo'n succes. Ik ga nu hier eventjes nog op die trap proberen wat foto's te maken. Hier buiten. Dat is ook best leuk. Maar niet helemaal wat ik in gedachten had alleen. Nou, kijk eens hoe leuk. We hebben onze love ballon aan de deur gehangen. Ik vond het wel een mooie vondst. En nou, de rozenblaadjes zijn al opgeruimd. Ik had hier nog rozenblaadjes liggen. Dus ja, uiteindelijk denk ik dat het best wel leuke foto's zijn geworden. Het is zondagavond en ik ga nog even dit pakketje uitpakken. De zwarte doos met zwarte strik. Ik heb hem nog even zo gelaten, omdat ik hem gisteren heb gebruikt bij de outfitfoto's die ik maakte bij kasteel Doorwerth. Make-up verwijderen was nog nooit zo makkelijk. Kijk, dat moeten we hebben. Je moet hem wel wassen in de wasmachine, zie ik. Dus ik denk dan gelijk, nou, dan heb je er wel meer dan één nodig, lijkt mij. Want ik was niet elke dag, maar goed. Ik ga binnenkort fotograferen en dan testen. En dan ja, waarschijnlijk wel overschrijven op Fashion is a Party op mijn blog. Want ja, ik ben er super benieuwd naar. Dan is het nu tijd om een macro ring uit te pakken. Helaas pindakaas, hij past niet. Ik kan het jullie niet zo goed laten zien, omdat het natuurlijk om de camera gaat waarmee ik nu film. Maar het idee is dat deze ring om de lens van de camera gaat, maar de opening is te klein. Er staat ook op de verpakking LED macro ring. En dit is niet speciaal een macro camera, dus wellicht dat het daarmee te maken heeft. Dus ik ga morgen maar even bellen en hopen dat ik hem nog kan ruilen. En dat er misschien een ander formaat is, want ik vind het idee wel heel handig. Maar dit gaat hem niet worden, helaas. Het is donderdagavond en vanavond zou eigenlijk mijn kapster komen en zou ik weer geknipt en gekleurd worden. Maar ze appte mij vanmiddag dat ze ziek is en dat ze dus niet komt. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het altijd heerlijk als mensen op het laatste moment afspraken afzeggen. Dat klinkt heel stom. Is overigens ook niet altijd zo natuurlijk, want soms dan, ja, dan wil je gewoon dat de afspraak doorgaat. Maar ik vind het wel heel fijn om op het laatste moment opeens extra tijd te hebben, omdat ik soort van chronisch tijd tekort komt voor mijn gevoel. Dus ik ga nu lekker een boek lezen, want het is al heel lang geleden. En ik ga lezen de Lean website van ideetje onder de douche naar
winstgevende website. Ik ben nu bij bladzijde 35. Niet zo heel erg ver nog, maar toch wel bijna op een kwart, denk ik. En er staan ook een aantal oefeningen in. En een van de oefeningen is de lean-in oefening. En die betekent dat je de via survey moet invullen. Ik weet niet of jij er ooit van gehoord hebt. Ik had er nog nooit van gehoord. Er staat namelijk bij dat voor vele mensen deze enquête of vragenlijst, hoe je het wil noemen, gigantisch waardevolle inzichten heeft opgeleverd. Dus ik dacht, yes, inzichten, die moet ik ook hebben. Ik heb hem ingevuld en er zijn mijn vijf sterkste en mijn vijf zwakste punten uitgekomen, zeg maar. Oké, ik zal beginnen met de vijf zwaktes. Dan kunnen we positief eindigen. Als allerlaatste heb ik vrolijk en humoristisch. Dan komt teamwerker en loyaal aan de groep. Dan waarderen van schoonheid en uitblinken. Dan spiritualiteit, zingeving en geloof. En dan dankbaar. Dus dit zijn alle termen die het minst op mij van toepassing zijn. En dan nu de termen die het meest op mij van toepassing zijn. Volgens deze vragenlijst althans. Op nummer 5, moed en onverschrokkenheid. Op 4, zelfbeheersing en discipline. Op 3, kritisch denken, objectief oordeel en onpartijdig. Op 2, eerlijk, oprecht en authentiek. En op 1, levenswijs en een goed inzicht. Nou, ik vind dit eigenlijk wel een mooie afsluiter van deze vlog. Dus ik ga jullie gedag zeggen. Bedankt voor het kijken. Heel leuk als je een duimpje omhoog wilt doen als je de vlog leuk vond. En tot de volgende keer. Doei doei!